Wout van Aert heeft half gelijk. Niet alleen koers, maar sport in zijn totaliteit is de belangrijkste bijzaak ter wereld. Een wereld die er sinds vorige week weer wat lelijker op geworden is. Corona was niet genoeg, dacht een Russisch staatsman, en hij viel een land binnen. De gevolgen heeft u sindsdien elke minuut van elke dag kunnen volgen in kranten, op tv, via de radio en in podcast. Het voetbal bleef niet gespaard en toonde eindelijk eens zijn maatschappelijke waarde en politieke kracht. Allen tegen één. En laten we eerlijk zijn, het was tegelijk een goede aanleiding om ons niet te hoeven ergeren aan onze landelijke, arbitrale dwaling. Al was dat bijzonder moeilijk. Welkom bij Shotcast. Dag Lars. Dag meneer Pasteur. Oh. Ja, preken kan ik wel. Ja. Hoe is het? Ja. Preken voor een lege kerk. Ja, het is dat. Ja. Ja, met mij alles goed. Ik denk sinds het jonge vaderschap zijn dat allemaal zo zaken die bij mij wat meer raken. Omdat ik dan direct de vergelijking of de bedenking maak van is dit de wereld of is dit hoe Billy zal moeten opgroeien? Ja, dat is waar. Ja. Ik heb dat ook met kleine chef, maar ik ben ook van plan om nog 50 jaar te leven, dus ik denk ook wel eens aan mezelf. Moet ik hier nog een halve eeuw op deze aardkloot rondtasteren? Ja. Het komt allemaal wel heel dichtbij. Ja, dan komt het wel heel dichtbij. Ja, het is echt zo'n boutade, maar ik ben ook een historicus van opleiding en dit is nu echt wel een eikpuntje in onze eigen geschiedenis. Misschien zelfs nog meer dan corona. Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, ja, het wordt hier, voordat we hier de politieke podcast worden. Lars, wat een week eigenlijk voor jou om jarig in te zijn, want wanneer was je verjaardag op de dag van de omloop? De zaterdag, ja. 26. Ja. 26 februari, 31 jaar. Voilà. Oké. Okay. Een korte samenvatting. Ja. Een beetje van genoten? Iets speciaals gedaan? Op café geweest, zoals dat hoort. En de week ervoor naar Barcelona. Ja, want interessant voor de luisteraar, die hadden dat niet meegekregen, maar tijdens onze opname, Janko en ik, vorige week, kregen wij ook plotseling op mijn iPhone een fotootje binnen van jou op Zaventem met een pint bier. Ja. Nu, daar niets mis mee, ver van zelfs. Ja. Alleen die foto werd verstuurd om, wat was het, 9:45 's ochtends? Ja. Is wel heel vroeg zelfs voor iemand met een probleem. Ja, een halve liter. En ik ga echt wel zeggen, het was de schuld van mijn madame. Ah, ja? We vertrokken en moet jij iets hebben? Ik zeg, nee, ik moet niks eten, maar kom, pintje voor de sfeer. Oké. Okay. Maar zat 2,5 liters mee. Ja, we waren weg zonder onze kleine. Dus hebben we het er goed van gepakt. Ik heb goed geslapen op de vlieger. Ja. dat lijkt mij wel. En in Barcelona zelf nog interessante personen tegengekomen, interessante dingen gedaan? Wow. Sangria, bier, eigenlijk niks gedaan. Lando Norris en ouders? Die wel. Ja. Die heb ik wel gezien. Ja. Het was een gezellig etentje. Maar je wilt er niet veel meer over kwijt zijn? Nee. Okay. Nee. Zoveel gaan de mensen denken dat ik daarmee uitpak. Dat mijn madame dus de nicht is. Ja. Lando Norris, de bekende Formule 1. En dat zou ik dus niet willen. Dag Janko Beekman. Dag meneer Mabe. Ja. Heb je nog iets te zeggen of gaan we ineens afronden? Ik weet het niet eigenlijk. Maar de Lars lag er toch altijd zo mooi in om toch een boodschap die hij niet gezegd wil hebben dat hij het gezegd heeft, toch te zeggen. Ja, niet te evenaren op dat vlak. Allee, op veel vlakken. Inderdaad. Hè. Ja. Nu, gaan wij de graad van ontspanning die hij de afgelopen week gehad heeft proberen evenaren vanavond? Want we gaan op restaurant, eindelijk onze nieuwjaarsreceptie doen. Ja, we gaan teambuilden. Ja. Ja, ik was altijd wel jaloers. Ik heb jullie al vaak zo vertellen over barbecue samen en zo. Ik mag dat nu is letterlijk één keer doorgaan. Hè. Oké. En Gert was er dan nog niet bij. dat was een etentje bij mij thuis. Ja. En toen kon Gert niet, maar we hebben ook een barbecue gedaan bij Gert thuis. Ah ja, dat is juist. Ja, alleen, dat was niet echt een barbecue, want Gert had barbecuevlees gekocht. En het begon keihard te regenen, waardoor hij alles op zo'n gourmettoestel heeft moeten doen. Maar dat is natuurlijk totaal niet hetzelfde als je echt barbecuevlees hebt. Is dat. Dus vanavond maken we dat goed. Ja, ik kijk ernaar uit. Allee, hopelijk ben ik erbij. Je weet niet wat er allemaal nog gaat mislopen vandaag. Genoeg centjes meebrengen. Ja. Het is zeer fatalistisch. Het is 12:00 's middags. Je gaat toch wel trekken tot 7:00. Het is oorlog. Jezus, amai. Dat is dan wel heel hard hou kennen met deze maand. Janko, was de echte Julien Kools blij met zijn Poolse brief? Want dat was jouw bezigheid afgelopen week. Blij, ja. Allee, hij krijgt er zowel meer, wist hem te vertellen.
Blijkbaar, okay. Hij zei van, ik heb er al zeker de 100 moeten terugsturen. Maar dan deze is dus gewoon met de verkeerde persoon terechtgekomen. Ja, zijnde uw onkel, ook genaamd Julien Kools. Inderdaad. En... alleen raar, want we zijn er dus langs geweest en zo. Julien Kools heeft er nu ondertekend. Maar ik was ook heel benieuwd naar hoe dat je Poolse mens naar het bij het adres van mijn onkel is uitgekomen. Ja. Dus ik had die via Facebook gevonden, een bericht gestuurd. En ik stuurde van, klopt het dat je handtekeningen van voetballers verzamelt? En die mens heeft mij geblokkeerd. Dus ik ben nu ook al zo iets minder geneigd om die brief nog terug te sturen. Dus als er iemand interesse heeft in een handtekening van Julien Kools... Nee, ik kan hem wel terugsturen, maar ik vond dat raar. Je zei zeker dat je niet iets gelijkaardig gedaan hebt, namelijk Julien Kools, maar dan Poolse variant, een totaal andere Pool. Nee, dat is echt hetzelfde dorp ook en zo. En heel geïnteresseerd in sport, volgens zijn sociale media, maar mij geblokkeerd. Hey. Amai. Oei, dat is niet echt zo vriendelijk. Ja, de Pool doet wat wij niet durven, hè. Ik hoop dat al zo geweest. Ik had mijn idee van, toch een mooi verhaal om de aflevering mee in te zetten, maar verre van dus. Nee. Ja, sorry. Oké, dan gaat het mijn lelijk verhaal deze aflevering echt inzetten. Elke week vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van het competitieweekend. En wij geven hen maar wat graag het antwoord. Heren, niet op mijn verzoek, voor alle duidelijkheid, want ik voel er alweer aankomen, maar op algemeen verzoek, op basis van het tweetje dat we zondagavond de wereld hebben ingestuurd. De scheidsrechters in ons land verdienen, verdienen aandacht. En ik zeg het nog eens, echt niet op mijn verzoek. Er werd expliciet naar gevraagd, want er waren gewoon te veel wraakroepende acties. Ook wel op uw verzoeken. Nee, ik ga niet zeggen dat ik het verzoek niet steun. Nee, oké. Dat ga ik nu ook weer niet ontkennen. Nee, maar de aanzet was niet van mij. Maar zwart, heel veel wraakroepende acties. Wat is eigenlijk hetgeen wat er het meeste bovenuit sprong? Ja, voor mij toch de slag van Hans van Aken eigenlijk. Oké. Okay. Na een kwartier, Club Brugge Antwerp in een in duel met Michael Vrij of Michael Vrij, ik weet het eigenlijk niet meer. Vrij. Ik kijk naar onze Antwerp-watcher. De Antwerp-spits. Mickey voor de vrienden. Mickey. Voilà. waarvan ik denk, eigenlijk duidelijker wordt een rode kaart niet. Nee, ik vond ook Want wel. Het was een duel met duwen en trekken, zoals er zo vaak zijn. Maar Van Aken reageert door wel met de pets, de vlakke hand een keer te laten wapperen. En dan denk ik wel van, dan zit de verder voor zulke... acties, wat eigenlijk gewoon revancheren is te beoordelen. Wie was die? Gek genoeg, Nicolas Laforge. Ja. Hè? En dat is toch wel een beetje de man die een paar weken geleden in het oog van de Brugse storm, om het zo te zien, omdat er heel wat fans van Brugge waren, als het rood is, heeft Balanta en Noah Lang rood gegeven tegen AA Gent, denk ik. En dat was blijkbaar altijd de man die Club Brugge wat dat betreft heel gretig rode kaarten uitdeelde. Maar dat heeft hij deze keer dus nagelaten. En dat vond ik heel opvallend. Ja. Want het deed me een beetje denken aan een fase van Zaire vorig weekend. Een duel waarin dat je u wilt losrukken. Ja. Maar feit blijft, twee keer in de slag. En Van Aken, het was minder hard. Maar de intentie en de bedoeling erachter was wel hetzelfde. Ja, tuurlijk. En ook Laforge, die was er dan... plotseling weer bij. Terwijl, ik denk, als er genoeg scheidsrechters zijn, dan hou je toch Laforge een beetje weg van Club Brugge. Mm-hmm. Want het is heel snel gekomen na die bewuste fase met Noah Lang. En vooral, Laforge zat een paar uur later, zei het van op dezelfde plek, in het VAR-centrum in Tubeke, ook gewoon VAR te spelen tijdens Standaard A-Gent, waar dat het ook verre van vlot liep. En dan denk ik meteen van, wow, het is zo nijpend dat iemand die eigenlijk totaal nood heeft aan een pauzetje, dat die twee belangrijke wedstrijden op één dag moet doen. Ja. Terwijl een scheidsrechter, ik herinner mij Frank de Blekere, die zei altijd van, ik probeer het te achterhalen. Welke voet gebruikt een speler? Is de eerdere speler van de dribbles, van het kort draaien? Kijken naar overtredingen die hij maakt, op wie hij overtredingen op hem gemaakt worden. En dat kan de Laforge nu natuurlijk niet. Dus het is dubbel zoveel werk, dubbel zoveel stress... en half zoveel voorbereiding. Om de man een heel klein beetje te verdedigen. Je spreekt nu aan voorbereiding, maar is dat ook gewoon geen probleem van concentratie? Dat lijkt dan gewoon nog wel lastig om twee keer 90 minuten zo bij de les te zijn. Ja, hoe heeft hij zich voorbereid? Hij weet ondertussen, Van Aken verdiende daar rood. Mm-hmm. En met die ingesteldheid kan hij niet even decompressie tonen. Maar moet hij direct naar AGN Standaard, waar dat volledig misliep. Ja. Dus die man had gewoon niet in die positie geplaatst. Want daar krijgt Fadi Zodjidja dan rood in. Ja. Daar komen we straks misschien nog wel op terug. Maar... Ah, ik zal het je vragen aan Janko of er een wraakroepende fase is die u meteen naar boven
Ja, ik heb ook getwijfeld over Van Haken. Ik wil die eigenlijk ook wel pakken, maar Lars was me voor. Mm-hmm. Dus ik ga een uitstapje maken naar 1B. Er stond RWDM Lierse op het programma gisteren. Ja. Lierse stond voor tot ongeveer 10 minuten voor het einde. Was het 0-1 voor Lierse. Op een gegeven moment krijgt RWDM de vrije trap. En die wordt door Schuurmans, verdediger van Lierse, richting zijn eigen goal gewerkt. En er wordt een goal toegekend aan RWDM. Ja. Maar eigenlijk is er op geen enkel moment te zien of die bal al dan niet over de lijn is. Want op de laatste beelden dat we zien is hem niet over de lijn. Maar op een gegeven moment komt Teunkens echt met zijn lichaam voor de bal te liggen. Dus op de camera's, op tv, kan langs niemand dat zien. Langs de kant van de lijn achter. Ja, de scheidsrechter Brent Stasis, die staat in principe wel op de juiste positie om de fase te beoordelen. Want die kan de bal wel zien. Maar er staan 6-7 spelers tussen. Dus ik kan mij niet voorstellen dat die echt kan gezien hebben of dat een bal over de lijn was. En ik denk, want ik zie hem op het moment dat ze de goal toe kunnen, kijken naar rechts, waar het de lijnrechter staat. Dus blijkbaar moet dat aan de man zijn geweest die de goal heeft toegekend. Maar je kan dat nooit of dan nooit gezien hebben, want de rug van Teunkens ligt nog tussen de bal en hem. Helemaal dwars voor, hè. Maar waarom maakt je die een call dan? Ja, dat begrijp ik ook niet. Dat is gewoon een fout. Vandaar dat ik dat dus heb gekozen als mijn flagrante flater van dit weekend. Wat gaat er in het hoofd door van een scheidsrechter? Want dan zou je toch eerder net het niet moeten goedkeuren dan goedkeuren. Dat zou ik ook denken. Als je het niet kunt zien, dan geeft je geen idee. Ik wil zeggen, dat is iets anders dan bij Laforge en Gent en Club Brugge. Want zelfs al was hier een VAR geweest, het resultaat was hetzelfde geweest. Hè? Ja. Tenzij er meer camera's waren. Maar als de lijnrechter beslist die school, de VAR kan eigenlijk niet checken. Het is absoluut geen goal. Nee. Maar dat is toch straf dat 1B, dus de hoogste klasse in ons land, dat je daar zulke fases niet goed genoeg kunt beoordelen. Ja. Allee, er wordt wel beslist over welke ploeg dat volgend jaar voor miljoenen mee in eerste klasse komen spelen. Ja, en RWDM doet een gouden zaak. Hè. Want Waasland-Beveren verloren. Ja. Van Westerlo staan nu 5 punten los op Waasland-Beveren. Mm-hmm. Wat toch ook wel een beetje money time wordt. Hè, voor die tweede plek in die eindronde. Ja, zuur. Ja, ja. Sowieso. Zuur, ja. Ja. Nu, je sprak er al over, en het is eigenlijk stuitend voor het weekend, of tekenend voor het weekend, dat we er niet apart naar verwijzen, tot nu, zijn die rode kaart van Valis Ojija. Had er ook nog later in die wedstrijd Sissako, die overduidelijk hens maakt, waarvan ik doellijn, hè. Gewoon een bal wegvegen. Hè? Het zal waarschijnlijk onder het mom zijn van maar het zal zijn een steunarm geweest zijn of zo. Veel steun aan een gat. Maar echt ongelooflijk, die vond ik nog erger. Maar Vadis Ojija, ik weet niet. Janko of Lars, een van de twee, zeg het eens. Ik heb het heel vaak lastig met zo ex-voetballers die over fases zeggen van hier zou iemand die gevoetbald heeft, zou hier nooit een rode kaart vergeven. Die zou dat veel beter aanvoelen. Maar bij deze fase had ik nu eens echt dat gevoel. Dus Vadis wordt eigenlijk getackled zelf door Tapsoba. Mm-hmm. En in zijn loopbeweging, in zijn aval eigenlijk, komt zijn voet echt terecht op het been van Tapsoba. Als je dat beeld stilzet, dan denk je van, Dat is een overtreding. Maar als je die fase in zijn geheel beoordeelt, dan zie je toch dat hij totaal niet de intentie heeft om zijn voet op het been van Tapsoba te planten. Dus ik zou er persoonlijk nooit rood voor geven. Nee. Intentie is sowieso iets minder van tel als fysieke integriteit ter sprake komt. Mm-hmm. Maar het punt is ook, Tapsoba die tikt nog een beetje Ojija zijn voet aan. Waardoor dat hij eerder, in plaats van planten, een beetje steun zoekt naar de grond. Nu zijn we het echt aan het overanalyseren, maar dit is echt een voorval waar dat die regel niet goed werkt. Maar is dat niet tekenend voor heel het VAR-gegeven en VAR-beleid? Is dat we hier wel de rode kaart gaan zien bij een fase die zodanig ingezoomd en herbekeken en herbekeken moet worden, landen we op rood en bij een slag van Van Haken, wat een schoolvoorbeeld is, dat passeert. Ik denk dat het Maar dat is gewoon zeer, zeer tekenend. Dat is niet voor de regels, maar dat is puur voor de toepassing van de VAR. Dat is echt menselijk, denk ik. Mm-hmm. Want dan moet het gewoon beter. Het was gewoon ook niet een heel slecht weekend voor de VAR, maar gewoon voor de mensen achter de VAR was het een heel slecht weekend. En dat is het schrijnendste van allemaal. En ook Tapsoba, die had eigenlijk even daarvoor er al uit moeten liggen. Omdat hij een heel duidelijke, met de zolen op de enkel van Hantje Olsen was gaan staan. Dus de fase met Ojija had nooit moeten voorvallen. Tapsoba, dat was een redelijk duidelijke rode kaart. Nee, dat is waar. Maar goed. Trouwens, misschien wel verbetering op komst. Hoe dan? Ik ga binnenkort langs in het VAR-centrum. Is dat? Serieus? Ja, voor een wedstrijd. Okay. En wanneer? Ik dacht voor 1 april, maar het is geen grap. Ja, het is echt waar. En wat gaat u doen? Ja, ik mag eigenlijk voor de wedstrijd, ik denk dat de Club Brugge Beerschot is, als ik me niet vergis, is langskomen in het VAR-centrum. Gaan ze mij een woordje uitleg geven hoe dat juist wordt gewerkt en zo. En ik heb ook gevraagd of ik zelf eens een 2D buitenspellijn mag trekken.
Ja. Hola. Maar ik was heel slecht in beetkunde, dus ik ben er al een beetje bang voor eigenlijk. Ja. Ik denk wel dat ze u gaan kunnen gebruiken. Want, ja, ze hebben te weinig volk, hè. Ja, en ik zie eigenlijk ook de oplossing niet meer. Want allee, de mensen vragen ons heel vaak zo van, ja, wat vinden jullie van deze fase, goed of fout? En zo beland je in een eindeloos straatje. Je moet helpen aan het grotere plaatje, maar wat moeten we nog doen? Allee, ik heb hier bijvoorbeeld al oproepen gedaan voor beter begrip van de regels bij het publiek. Gevraagd voor betere toepassing ervan door de refs. Gevraagd voor een open communicatie van de bazen. Hulp voor de refs. En het enige wat ik nu nog kan vragen is een beetje wijsheid voor mezelf, omdat ik het gewoon echt niet meer zie. Je hebt overwerkte refs die tot 3 wedstrijden per week bijna moeten doen. Binnen het departement denken ze dat ze goed bezig zijn. Ze zitten wat window dressing te doen. Van we doen 8 of 9% betere beslissingen. Terwijl dat klopt. Niet waarschijnlijk, dat klopt effectief. Ja, maar de sleutelbeslissingen niet. Ja, en het komt ook niet aan bij het publiek dat je wilt overtuigen. Dus probeer een andere aanpak dan. Ja. Probeer ze niet te overdonderen met cijfers dat je niet interesseert. Probeer het een beetje menselijk te maken. Het is zo heel hard de politiek naar het publiek. Scheidsrechters naar de voetbalfan. Zo, dat is eigenlijk de beste vergelijking. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Niet alleen de fan, maar ook als ik bijvoorbeeld Birger Verstraeten en Richie De Laat afgelopen weekend een aantal dingen hoorde. Ik ga je meteen onderbreken, want ik heb hier toevallig het fragmentje van Verstraeten bij. Dus we zullen dat eerst keer afspelen. Ja. Lucky goal, maar ik denk dat we te snel de 1-1 pakken en de penalty fout inkregen op 2. En, ik voel dat de bal aan mijn hand raakte, maar ik denk van op zo'n afstand van zo snel. Met die nieuwe regels weet ik het ook niet meer of dat nu wel of niet penalty is. Ik denk dat niemand nog weet, maar we staan wel die 2-1 achter. Want je zei tegen Laurens Zuster, je bent gek, dit is geen penalty. Was geen penalty voor jou, vond je? Maar nee, niet alleen over vandaag, maar ik denk dat hij gaat kunnen penalty fluiten, dat hij het zeker niet gaat laten. Ik denk dat hij geen fan is van Antwerpen. Ja, Lars, dat zijn pittige woorden. Ja, Visser die blijkbaar geen Antwerp fan is. Ik vroeg het mij af, sinds wanneer moet een scheidsrechter fan zijn van een bepaalde ploeg? Het is natuurlijk een rustinterview, dus ik kan wel voor een deel de... Ideaal om op flessen te trekken. Ja, en het is inderdaad wel adrenaline en ontgoocheling. En ik vond hem ook... Allee, wel gelijk hebben. Ik vond het ook geen strafschop. Maar bon, dat is een andere discussie. Maar het hoeft ook weer niet, hè? Nee, het draagt niet bij tot het imago van de dingen. Ik zag Richie De Laat ook in het weekend... heb ik hem zien zeggen of gelezen... In het laatste nieuws. Om het niet te noemen. Dat hij zei van, wij krijgen altijd veel te gemakkelijk gele kaarten en zo. En los van het feit dat ik zijn gevoel daarin niet wil... Alleen ontkennen of zo, is dat niet het verstandigste om te zeggen. Het is een manier om druk te leggen, natuurlijk. Ja. Alleen, moet dat dan zo? Ik denk dat dat eerder contraproductief werkt. Het is gewoon, ik kijk al uit naar het wrakingsstatement van eender welke club op eender welke website dat er vandaag zit aan te komen. Want dat kan bijna niet anders dat gaat gebeuren. Ja, ik denk nu niet dat het van Antwerp zal komen dit weekend. Want het is misschien moeilijk om te zeggen, maar ik had ook... Zelfs het gevoel dat Club Brugge met 10 man ook van Antwerpen had gewonnen zondag. Zo goed was Brugge en zo slecht was Antwerpen. Een mooi bruggetje naar het sportief aspect van het weekend. Lang genoeg over scheidsrechters gepraat. Nee, zeg het eens, want we mogen niet vergeten, Club Brugge was eigenlijk goed. En dat is heel lang geleden dat we dat nog eens in de mond hebben genomen. Ja, ze waren zeer goed. En ik moet zeggen, ik had er vooraf een beetje schrik voor, omdat wedstrijden tussen Club en Antwerp altijd heel hoge verwachtingen en veel intensiteit en spanning wel. Mm-hmm. Maar veel... Goed voetbal heeft dat eigenlijk zelden opgeleverd langs geen een van de twee kanten. En gisteren vond ik dat nu wel aanwezig. En dat was eigenlijk een hele tijd geleden. Ja, en toch, dan kom je eigenlijk bij... Ja, en dat symboliseerde zich in één persoon? Ja, Hans van Aken, die had de sleutel, die heeft altijd de sleutel in handen in dat soort wedstrijden. Veel topper zou je dan zeker niet tegen Antwerpen. Nee, hij heeft wel de sleutel, maar gisteren... Ja, zeker bij Antwerp de laatste jaren was een tactiek zo. We kleven er een manneken op die... Haroun eigenlijk. Haroun in dit geval. In vorige gevallen die hem overal voegt, bijt. Ja, Van Aken wordt daar ook heel vaak een beetje kregelig en nerveus van. Hij kruipt onder zijn huid. Maar gisteren heeft hij dat helemaal... hij was ook kregelig. Ja, uiteraard. Nee, maar zowel Verstraeten als Nainggolan kregen zo geen vat op hem. Ja, natuurlijk is... Nainggolan is nu ook wel niet iemand meer die gaat plakken op een mannetje. Nee, dan niet, maar toch iemand die kan bijten. Hè. Verstraeten had ik toch ook wel meer van verwacht. Niet alleen in dat zijn opzicht. Interview. Maar ook in balbezit was het ook niet goed bij Antwerp. En... Ja, dat maakt allemaal een beetje dat ze eigenlijk nooit voet aan grond hebben gekregen. Ja. Nee, ze deden veel te weinig met de mogelijkheden die er
toch geregeld lagen. Veel te slordig, niet goed uitspelen. Het was een beetje van alles dat er schorde bij een Antwerp. Ja. Ja. Wat jij, Janko? Ja, nee, Orre van Aken nog even misschien. Inderdaad, als je die ruimte geeft, wat de Antwerp gisteren te veel deed, dan zie je ook gewoon hoe dat je kan voetballen en hoe goed dat je de openingen ziet. Ik zag een tweetje van Frankie van der Elst. Hans is de baas. Dat is kordaat. En dat was ook grappig, want het was gisteren de eerste keer dat ik Frankie van der Elst live ontmoette. We hoorden je wel eens als we eens bellen voor een artikel in de krant. Ja, ik zag hem voor de match op de tribune en hij vroeg van, wat denkt u? Ik zeg 2-2. Heel slechte pronostiek gebleken achteraf. Wat was zijn pronostiek? 0-0. Oei. Nee, dat is niet waar. Dat was niet zijn pronostiek. Hij zei, het kan ook 0-0 worden. Om te zeggen wat Lars eigenlijk bedoelde van, ja, match tussen club en Antwerp. Het kan vriezen, het kan door. Ja, niet altijd super. Mm. Maar Orre van Aken is nog. We stonden in de perszaal tijdens de rust naar tv te kijken. Zo, de interviews tijdens de rust, de analyses tijdens de rust. En op een gegeven moment komt zo die pas van Aken in de eerste helft in beeld. Op lang. Ja, dat hem lang zo tussendoor wegstuurt. En Frankie komt ineens naar mij. Hij draait zijn hoofd zo. Er is er maar één dat ik ken in België, Janko. En hij is zo terug weg. Dus, vond ik wel een mooi moment. De liefde van Frankie van der Elst voor Hans van Aken. Ja, dat is waar, want hij is wel een beetje verliefd op. Hè? Niet onterecht, want gewoon een topvoetballer. Nee, ik denk dat er wel meer mensen fans zijn van Hans. Het is waar. Ook opvallend, club was voor de eerste keer gestart met er 4 winteraanwinsten. Nog opvallender... Geen verzwakkingen, hè. Geen enkele van de 4 viel tegen, terwijl dat nogthans altijd moeilijk is. Adamjan in de spits, een beetje een typische Club Brugge voetballer eigenlijk. Zo werken, zwoegen, misschien niet de meest verfijnde voetballer. Een beetje minder magere versie van Bengt Zetternes. Ja, maar wel de longen uit zijn lijf gelopen, wordt daar wel altijd geapprecieerd. Mm-hmm. Odoi, ja, toch wel een hoop gekke transfer, dacht ik in het begin. Maar ik denk dat heel weinig mensen Dennis Odoi aan gevolgd hebben. Gezien hebben bij Fulham. Tuurlijk, nu op de 6. Alsof dat hij daar al jaren speelde. Echt een beetje, het is goed, ik los het hier wel op. Ja, en het is gewoon bakken ervaring, super polyvalent. Inderdaad. Ook grotendeels opgeleid als een aanvallende speler. Mm-hmm. Ja, maar die is ook scherper dan ik dacht eigenlijk. Want ik had bij Odoi zo soms wel lakse voetballer of zo in mijn hoofd zitten. Maar als ik die nu soms ziet tackelen en zo, denk ik van hoog. Ik denk wel als je in een tijd in Engeland shot, dat er wel een beetje... Het schopt op de kapitein. Maar ik heb zo één fragment in mijn hoofd dat me zo... Was dat met Sint-Truiden tegen Club Brugge of zoiets? Dat hem niet wist welke man dat hij moest houden bij een corner en zo. En dat hem dan zo aan iemand vroeg van, wat is uw rugnummer? Was dat Perisic niet? Ja, omdat hij ze met zijn handen zo doet. En die gaf dan een andere rugnummer. Ja, dat is waar. Nee, maar bon, je merkt het wel, het is een absolute meerwaarde. En dat, ook nog Scoff Olsen en Buchanan. Scoff Olsen, dreiging op de rechtervang. Buchanan die toch ook wel blijft lopen. Mm-hmm. En waarvan je toch altijd denkt, er kan iets gebeuren. En ik denk dat contrastje met de zomertransfers. Ik denk dat de opluchting wel groot moet zijn. Want ik heb al die zomer, of het gros van de zomertransfers nog eens meegebracht. Enkel een sokkie speelt nog op gereelde basis. Want Hendry is wel als titularis begonnen. Is nu op de bank verzeld geraakt. Maar dan Otasoi, Persijn, die zijn al weg. Izquierdo komt denk ik niet meer goed. Wesley is al weg. Providence is al weg. Ja. Mawassa, die is naar verluid fysiek een wrak, kapot. Soa zit al bij AZ. Toch ook wel 9 miljoen euro voor neergeteld. Ja. Dan denk ik dat dat wel een keer goed doet dat het deze keer wel boemkoop zou kunnen zijn. Ja, het is toch. Want het werd wel... Het was nodig. Het was nodig, inderdaad. Nu, vraag je tussendoor. Wat vinden wij van patches bij doelman? Hip. Ja, want Mignolet had er voor rust eentje nodig. Mm-hmm. En Jean Buté had er na rust eentje bij gehaald. En hij zag eruit als de 15-jarige die hij is. Mm. Ja, Jean met de pitten. Jean met de pitten. Ja, ik vond nu wel, bij de tegengoal van club, dus de beruchte fase waar Mignolet richting de zon kijkt en helemaal gedesoriënteerd lijkt. Ja, ik vroeg me dan af, was dan geen optie om voor de wedstrijd bij de TOS of na de TOS te wisselen van kant? Want je snapt, dat is toch vaak zoiets van, we willen naar onze spionkop spelen en zo. En ik geloof ergens dat ook wel een klein beetje kan helpen. Maar niet als je keeper je 3 kwartier recht in de zon moet kijken. Hij heeft het blijkbaar geopperd. Bij de opwarming wist hij al van, dat gaat hier niet goed, komen. Ja. Zij warmen ook altijd op Club Brugge aan de kant van de spiontop. Dus in de zon. Mm-hmm. In de zon, ja. En daar had hij blijkbaar al gemerkt van... Ja, het is toch wel een beetje gevaarlijk. En er is uiteindelijk niet gedraaid. Nee. Ik weet nu niet hoe dat het kwam, maar... Ik mis een beetje een nuttige stem in dat debat eigenlijk. Iemand sorry, die, dat is niet naar jullie, dat is omdat hij een ander zo krachtig is. Omdat we hier natuurlijk een vierde lid van de shotcast hebben die...
gewezen doelman is. En naar mijn gevoel een gigantisch straffe mening heeft over doelmannen met klakskes. En laat die man hier nu toch wel net in de studio zitten. Gert, ja, dat is binnen je rand. Ja, nee, 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 echt waar. Eerst en vooral fuck you. Je zei hier teambuilding straks. Ja. Je zei hier al een kwartier aan het rondtonen in de studio. En je zei hier constant foto's en filmpjes van ons aan het maken. En iedereen... Ja, ik dacht, iemand moet zijn maar we hebben al lang gedaan, opnemen. We hebben al lang iets opgenomen dat we straks op Twitter gaan doen. Ja, dat kan ik niet weten. Ja. Ja. Zwart, petje af. Doelmannen met petjes, ik wil eigenlijk, wat ik hier eigenlijk wil zeggen is, een petje helpt niet. Okay. Als je in de zon kijkt zonder pet, dan kijk je ook vol in de zon met een pet. Zo simpel is het gewoon. Maar is dat altijd, want ik snap het, bij de fase van Mignolet, gisteren die een bal daar had bijna... een pet toch nooit geholpen? Nee, daar heeft ze niet geholpen. Ja. Maar even advocaat van de duivel, als die bij nu... een afsprong wel. Ja, snap je? Oké, ik begrijp wat je zegt. Als je dan gewoon een pet op hebt en die bedekte de zon ten helft van de tijd, of constant, als je gewoon kijkt op ooghoogte, dan helpt het inderdaad. Dan heb je minder fel licht in je ogen. Mm-hmm. Maar vanaf dat je dan een klein beetje omhoog kijkt en die zon komt onder je... onder de klep van uw pet, dan is het contrast dubbel zo groot. Dus dan, mijn mening was altijd, ik kon er ook goed tegen. Als je in de zon kijkt, kijk je toch in de zon. Skills waar je kan uitpakken. Ik kon goed tegen rechts kijken. Een pet helpt niet. Je zei een nuttige stem. Als je in de zon kijkt, kijkt in de zon. Maar ik vind dat dus, ik vond dat vroeger ook altijd zo, of nu nog altijd, al die mensen langs de kant die zeggen dat een keeper een goal binnenkrijgt omdat hij in de zon kijkt. Hij had een pet op moeten hebben. Dat vind ik dus bullshit, want dat helpt niet als je in de zon kijkt. Dus... Nee, en zeker bij de fase van gisteren was het... Ja, die bal komt loodrecht naar beneden. Bijna. En dan gaat hij in duel en dan valt die klak af. Allee, hoe diep dat zit bij Gert. Ja, wel, ik ging net zeggen, van die is hem hier aan het opwinden en die is rood aan het worden. Ik kom vanmorgen op de redactie. Wij komen hier niet meer zo vaak, alleen voor de opname van Shotcast eigenlijk. En ik kom binnen en het eerste dat Gert tegen mij zegt... Goedemorgen. Nee, nog voor goedemorgen. Ja, en we gaan straks in de Shotcast niet zeggen dat Mignolet een pet had moeten opzetten. Hè. En dan heb ik gezegd, Gert, kom het maar gewoon zelf vertellen. Want... Ja. Wat is de oplossing? Wat deden jij dan als keeper? Ook al kon er kei goed tegen. Wisselen van kanten. Zo tijdens de match. Ja, maar de zon afzetten. Er is geen oplossing. Hè. Jawel. En ik, in de zon te kijken. Ik heb het opgezocht. Je moogt als doelman een sportbril... als voetballer gewoon een sportbrilletje opzetten. Dus zoals Edgar Davids vroeger. Dat is een bril. Eigenlijk moet je dat dan gewoon doen. Een duikbril met zonnebrilglazen. Ja, dat kan helpen. Ziet er nog belachelijker uit dan een bril. Helpt dat dan je als keeper? Heeft nooit geprobeerd, denk ik. Dat weet ik inderdaad tegen niet. Tegen de zon misschien wel, maar volgens mij is dat toch... Alles wat je niet in de zon kijkt, is het storend. Ja, is dat niet? Ja, dat denk ik ook. Dus een bril. Ik heb het nog niet geprobeerd. En voor u is er eigenlijk geen oplossing, Gert? Nee, niet. Stoppen met keepen. En waarom mogen ze dan geen petje dragen? Want ze mogen van mij een petje dragen, maar... Dat is de oplossing niet. Hoor. Nee, ik wil af van mensen die denken dat een keeper een pet op heeft, dat hij dan plots niet meer in de zon kan kijken. Want dat denkt de hele wereld. Oké, goed. Maar het is geen pasklare oplossing. Voilà. Bij deze is dat genoteerd. Ja. Je mag terug naar... de vergaderingen gaan zeker. Okay, nee. Mag je hem niet blijven? Nee. Ja. 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 We gingen een zakje popcorn pakken. Maakt er iets gewoon van hem. Ja. Als dat al zijn nuttige bijdrage was, dan vrees ik voor de rest van de aflevering. Zeg maar, zo'n bril, als dat dan zo mag, je ziet dat toch eigenlijk echt weinig. Ik kan alleen maar Edgar Davids opnoemen dat met zo'n bril heeft. Tuurlijk, je hebt wel... veel voetballers met lenzen uiteraard. Ik had vroeger wel zo even een paar matchen dat ik met een bril gespeeld had. Met zo'n een rekker. Met een elastiek. Met een elastiek langs een bril. Waarom ben ik niet verpast? Ik draag lenzen sinds mijn vijfde leerjaar al. Dat wisten wij niet. In zo'n podcast leerden we elkaar toch kennen. En mogen ze nog gekken? Dus een bril, daar mogen ze mee shotten, maar... Ja, we hebben het hier ooit al een keer over een pruik gehad. Je hebt dat een keer opgezocht, hè? Een pruik mogen we ook dragen. Maar dan nog andere attributen? Ongevaarlijke beschermende uitrusting, zoals hoofddeksels, gezichtsmaskers, knie- en elleboogbeschermers, gemaakt uit soepele, lichte en opgevulde materialen. Die zijn toegelaten. Net als doelverdedigerspetjes en sportbril. Maar wat is dat dan concreet?
Dat zijn mensen die knieproblemen hebben, die hebben het ook vaak zo. Een brace aan hun knie, dat zou bijvoorbeeld mogen. En als je dat dan als keeper aan je elleboog nodig hebt, zal dat ook mogen. Een keeper met een... Dus dat mag, ja. Ja, in principe wel. Okay. Maar dan gaan we toch nog niet meer bij een corner dichtbij komen, denk ik. Nee. Nu, over keepers met petjes gesproken. Ja, er is één uberkeeper met petjes in het Belgische voetballandschap. En dat is een Belgische. Ja, en dat is Manse Segers. Die stamt ook uit Manse Segers. Okay. Ik zal hem duiden. Okay. Dat is de Buffalo van de eeuw geweest. Tussen de jaren 40 en 60 gespeeld voor Agent dus. Okay. Maar hij stamt dus uit een tijd dat er nog eigenlijk geen sprake was van petjes, maar wel klakken. En dan zien we ook zo die platte klak. Die zo wel lekker los op de kop zit. Doelmannen werden in die tijd ook nog doelwachters genoemd. Wat een veel betere benaming is. En de club waar dat hij voor speelde, Agent, meer dan 500 duels voor afgewerkt, heette toen niet Agent, maar Ara La Gantoise. Dus, en die had dat altijd. Of? Maar elke keeper had dat toch vroeger? Ja. Dat is toch niet speciaal? Maar hij stond er echt wel... Zegers, maar... Hij was dat is ook gewoon omdat hij... Ja, een van de betere keepers van het land was op dat moment. Is ook 9 jaar international geweest. En ook, hij had die gewoon echt heel vaak op. En bij elke bal waar dat in had dook, viel dat klaksken af. En zet hij dat terug op. En zo is dat een beetje een iconische gimmick. Een cult. Echt een zalige cultfiguur. Ja. En ook, Lars, dat interesseert u misschien. Zijn beroep was dat van bieruitzetter. Heb je iets met bier of bij zo? Bij de brouwer werken dan. Dat is letterlijk eigenlijk met paard en kar vaten brengen. Ah, oké. Okay. Cool. Cool. Ja. Dus ik vermoed dat het nog met paard en kar... Ja, wel. Ik vermoed dat nog met paard en kar was in die tijd. Dat is ook jaren 50, 60. Dus, Maar dus bieruitzetter. Ja. En hij speelde graag met de duiven. Dat wist Wikipedia mee te vertellen. Tof. Ik voelde graag met de duiven. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Goed, veel over club gehad, veel over klaksjes. Maar Janko, wat met Antwerpen? Ik denk dat het ideale moment is om eens deze jingle er nog tussen te gooien. C4, maandag. Wat denk je, Janko, te gebruiken vandaag, deze jingle? Niet voor Antwerpen, denk ik. Allee, niet voor Prieske? Nee, misschien erbij zeggen. We nemen vandaag iets later op dan gewoonlijk. Het is nu 00:30. Ja. En voorlopig is Brian Prieske nog altijd... Normaal om 9:30, dus eigenlijk... Jullie hebben niets mee te vrezen, Belgische trainers. Dat hebben we niet gezegd, hè. Maar de kans is al verkleind dat we gepakt gaan worden, eigenlijk. Ja, tegenwoordig gaat alles zo traag bij Standaard, dat de aankondiging van een nieuwe coach ook wel op zich zou kunnen laten wachten. Standaard? Ja, bij Standaard. Ah, omdat het over Antwerp ging nu. Omdat Elsner ook een optie zou kunnen zijn. Dat zullen we spieren. Maar Prieske gaat niet... Ja, nee, ik denk het niet. Ik weet wel, binnen Antwerp zijn er al wel langer twijfels over het systeem waarin dat Antwerp vandaag speelt. Het is een vrij specifiek systeem. Hè, door de voorzitter. Of door meerdere middenveld. Mensen. Door meerdere mensen in het bestuur eigenlijk. Okay. Prieskin is op dat vlak blijkbaar wel overtuigd van zijn gelijk en wil in het systeem blijven spelen waarin de Antwerp nu voetbalt. Ja. Maar ja, dat is allemaal oké als trainer. Dat is ook normaal, denk ik. Want het is uiteindelijk de trainer die de sportieve beslissingen neemt. Maar als de resultaten dan uitblijven, is natuurlijk wel logisch dat er vragen worden gesteld. Hè. Ze hebben nu 3-12 gepakt de laatste 4 wedstrijden. Ja. 3 keer verloren tegen rechtstreeks concurrenten voor de Champions Playoffs. Dus het wordt wel warmer onder hun voeten, om het mee een cliché te zeggen. Maar nog niet te warm. Nee, ik denk het niet. Ik denk persoonlijk, dat is mijn persoonlijke theorie, dat hem het geluk heeft dat Antwerp volgende week tegen Beerschot speelt. Een wedstrijd dat ze in principe wel zouden moeten kunnen winnen. Moeten kunnen, inderdaad. Ja, als die ploegen naast elkaar ligt, zou dat geen probleem mogen zijn. En dat pas de week daarna de match tegen Anderlecht volgt. Ja. Als het nu eerst Anderlecht was geweest, een ploeg waar ze het lastiger tegen gaan hebben volgens mij, en ze hadden dan opnieuw verloren, zoals tegen Club Brugge, dat zou wel eens de match te veel geweest kunnen zijn, denk ik. Maar gaat dat dan veranderen? Als hij volgende week tegen Beerschot wint en de week nadien tegen Anderlecht? Nee, maar ik geloof wel dat die perceptie kan keren als je nu tegen Beerschot echt goed speelt. Het grote probleem van het voetbal, die perceptie. Ja, dat is waar. Nee, maar ik geloof wel dat binnen zo'n groep ook voor een klik kan zorgen. Ja. Maar ik vond toch de interviews die de spelers gaven na de nederlaag tegen Club Brugge toch wel een beetje pijnlijk voor de coach. Ja, waarom? En ook hij zelf. Hij zei zo, je moet het maar met Paul Gijsens en Sven Jaak bekijken. En we wisten niet, we stonden niet goed. Nee. Het zijn niet de quotes die vanuit een T1 geruststellen naar je groep toe. Ik had niet het gevoel dat hem echt oplossingen klaar had zitten of zo. Maar ik vond ook, ik heb voorlopig nog niet het gevoel dat de spelers niet meer achter de Prieske zouden staan. Okay. Alright. En jij weet het, hè, want jij zet de man in de kleedkamer. Niet letterlijk, maar... Zou moeten. Zou moeten, was het goede antwoord. Nee, Luca Elsner, Standaard. Die heeft het
misschien wel te warm onder de voeten. Ook al omdat het eigenlijk make-or-break game was voor hem tegen Gent. En het was ontluisterend op zoveel niveaus. Ja, ja, die zegt ook zelf dat, dat de spelers nog achter hem staan. En gelukkig... Allee zeg. Als je dat moet beginnen zeggen. Wauw. Nee, maar gelukkig heeft Luca Elsner wel de oplossing gevonden. Hè. Hij zou in de mid-make match tegen Beerschot van een keeper wisselen. Oh nee. Boldaar zou vervangen worden door Hankini. En we hebben allemaal al gezien dat Bostien, een keeper wisselen, dat is altijd de oplossing. Hè. Ja, ook gewoon wel. Puur omwille van dat foutje trouwens. Het was al 2 weken na elkaar dat hem er niet goed zei, blijkbaar Boldaar. Maar het zou een optie zijn om van keeper te wisselen, blijkbaar. Het is alleen de vraag, gaat hem nog de kans krijgen om van keeper te wisselen? Want dat denk ik niet. Ja, er staat vandaag een vergadering gepland. Ja. En ik denk dan ook zo van, ja, inderdaad, mag hij het, allee, kan en mag hij het nog doen? Want we moeten dat toch wel even kaderen in de nakende overname of andere bazen, nieuwe wetten bij staan daar. Dat voor een groot deel te koop. De biedingen moesten, ik denk vorige week vrijdag of 10 dagen geleden, binnen zijn. En blijkbaar, zoals dat dan gaat, nieuwe bazen, nieuwe wetten, met een grove borstel door het personeelsbestand. De CEO, Alexandre Grosjean, mocht al beschikken. En Elsner zal wellicht volgen. Hè. Ik ken geen enkele nieuwe eigenaar die de oude coach laat zitten. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dat gaat. Wouter van den Houten, Vincent Kompany? Ja, dat is waar. Ja. Maar dat had hij wel moeten duren. Ja, natuurlijk. Dat zou straf geweest zijn. Maar ja, het is een beetje, ik ben benieuwd wat dat gaat worden. Want het is nu een Canadees die met een Amerikaanse zakenpartner blijkbaar in polepositie zou liggen. Ja. En de ene heeft een achtergrond in het ijshockey en de andere in het... MeToo-schandaal. In het honkbal. Ja. En die is in het oog van de storm terechtgekomen. Want die was algemeen manager bij New Yorkse honkbalploeg. En die man... is geschorst door de federatie wegens het sturen van een dikpik. Ja. Dus die komt nu zijn geluk beproeven in Luik. Wat dat betreft. Dus ik ben eigenlijk benieuwd wat dat allemaal gaat geven. Ja, maar... Of dat de beste oplossing is voor Standaard. En zijn je benieuwd, omwille van wow, wat een prachtig verhaal kan daar geschreven worden? Of benieuwd, want deze treinramp wil ik van naderbij beschouwen. Nee, ik laat het open. Ik vind het wel interessant dat dat mensen zijn met een achtergrond in een andere sport. Die misschien wel leuke, frissere ideeën kunnen implementeren. Moneyball-vibes. Echt. Hè. Dat zijn zo een aantal... Ja, ik denk dat die heel data-gedreven werken en zo. Ja. Misschien is dat wat Standaard wel even nodig. Die heeft rond veel geld. Dat gaat zit er niet mee. Nee, dus... Ik denk dat ze inventief gaan moeten zijn. En ik hoop voor hen dat de Canadees en de Amerikaan daarbij kunnen helpen. Weinig geld, veel frustratie. Ja. We hebben eigenlijk nog maar over 2 wedstrijden gehad in België. Terwijl er heel veel gebeurd is dit weekend. Ik denk aan rode kaart voor Vincent Kompany, OHL Anderlecht. Ja. En OHL Anderlecht die helaas in teken stond van een onwel geworden fan. Die denk ik tot op dit moment nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Mm-hmm. Genk won vlot. Zot Waregem heeft zich nu wel gered na de vitale winst tegen Serein. Zaterdag, 3 van de 4 wedstrijden die eindigden op 0-0. Dus dat was eigenlijk al een voorbode voor heel wat lelijks. Zondag heeft gelukkig veel beterschap gebracht. KV Mechelen en Cercle Brugge hebben een dik uur voetbalspektakel gebracht. Echt een heel leuke match. En bij Union, een Union zonder Oendaf en Van Zijer, was er vooral sprake van veel onmondigheid. En het laatste schot dat Union had afgevuurd in die wedstrijd viel in minuut 65. Okay. Dat is heel vroeg. Vroeg, hè? Ja. Dat is inderdaad nog een tijdje. Ja. Dat is een tijdje voor het laatste fluitsignaal. Ja. Maar goed, dat alles staat in schril contrast met één zaak. Zijn de oorlog in Europa, invasie van Rusland en Oekraïne. Ja, een case die naast Wout van Aert, Fabio Jacobsen in het openingsweekend van de koers ook het voetbal niet ongemoeid laat. Ja, Janko, som eens op hoor, dat we onder meer allemaal gezien hebben. Ja, het is te veel om allemaal op te noemen. Allee, mooi hè, dat er allemaal is gebeurd, maar er waren bij Club Brugge Antwerp, waar ik zelf was, heel veel vlaggen te zien voor Edouard Sobol, die mocht invallen. Bij KV Mechelen kreeg Marian Schvet ook applaus. Bij Chelsea heeft de voorzitter en er is Roman Abramovic een stap opzij gezet. Mm-hmm. En het mooiste moment vond ik de invalbeurt van Roman Jaremchuk bij Benfica. Die kreeg een staande ovatie van het publiek. Kreeg ook nog de kapiteinsband van Jan Vertonghen doorgegeven. En die kon het niet droog houden. Hè. Die was echt wel geëmotioneerd. Ook omdat hij al in de Champions League tegen Ajax had hij ook na zijn doelpunt al... een Oekraïense wapenschild. Ja, wapenschild eigenlijk getoond. Ja, en hij is ervoor gestraft door de UEFA. Waarschijnlijk.
Allee, ja. Reglement is reglement. Ah, wel. Een bombe altijd. Ja, en Guillaume waarschijnlijk ook. Ja, maar nee, maar dat is toch... Ja. Maar dit is echt zo weer prachtig hoe dat al die symboliek in een tegenbeeld staat tegenover de houding van de UEFA en de FIFA, die gewoon weer al de hoofdfoto hebben afgeschoten. Ja, weer hoe, hoe bedoel je dan? Ja, gewoon de ondraaglijke lichtheid van hun maatschappijkennis of gevoel. Weer al handelend als een instantie die volledig losstaat van de realiteit. Ik heb, vorige week heb ik naar dingen gekeken. Don't Look Up. De film Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence. Klimaatfilm of wat? Die ontdekken een komeet. En die zijn eerst extatisch. Tot als ze beseffen van, shit, die een komeet. Die gaat binnen een jaar en een half inslaan op aarde. Als we de baan van die komeet niet veranderen. Mm-hmm. Zij kaarten dat aan bij een Trumpiaans-achtig president. En daar krijgen ze de boodschap, sit tight and assess. Namelijk, blijf zitten en observeer. En ja, laat het uitzweten eigenlijk. Okay. Ja, long story short, zonder veel spoilers te geven. Ja, natuurlijk wordt er niets tegen gedaan en sterft iedereen. Maar... We gaan nu net heel dat team gespoilerd. Ja. Geen spoilers, zegt hij dan. Echt... Nee. Ik zou nu tegen mijn radio beginnen roepen, ja, als je die nog wilt zien. Dat is dus ook wat die hatelijke UEFA en FIFA ook doen. Hè. Namelijk initieel geen daadkrachtige reactie uitsturen. Wachten totdat iedereen op de kar gesprongen is om dan pas iets te doen. Die eerste dag van invasie is dat een uitvoerend comité waarin dat ze niet eens besproken hebben de materie. Waar dat een van de hoofdsponsors Gazprom ook totaal niet ter sprake kwam. Remchuk, die zijn Oekraïns symbool toonde, die hadden ze al vervolgd omwille van het tonen van politieke symbolen. Ze hadden een scheduled tweetje, denk ik, in de Conference League of de Europa League account. Happy Thursday. Van, happy Thursday, what a beautiful day. Dat uren aan een stuk online heeft gestaan. Ja. Dus je kunt dat schedulen en direct verwijderen. Ik zei daarna 5 minuten en ik dacht van, oei, dat is raar. Er moet toch iemand bij de UEFA daar ook gezien hebben en even in een WhatsApp-groepje doorsturen van, zeg, zouden we dat niet offline halen? Ja, wel, dus dat gebeurt dan niet. Om maar te zeggen van, goh... Hatelijk weer, hoe dat ze zo laat op de kar zijn gesprongen. En Nico Dijkshoorn over afgelopen weekend in het Nieuwsblad in zijn column eigenlijk een heel goed traktaat eigenlijk, of een essay had hij erover geschreven. Dus ik zou iedereen eigenlijk aanraden om dat te lezen. Ga de clue nog niet vertellen? Ik ga de clue nog niet vertellen. Lars, jij een mening over het geheel? Dat is niet echt uw materie. Nee, dat is niet mijn... Nee, ik ken er veel te weinig van. Ik ben er ook niet de man naar om daar grote uitspraken over te doen. Dus ik zit tight en SS, denk ik. Ja. Maar ik zal ik dan nog even doordraan. Ja. Want eigenlijk elke voetbalfiguur die nu zo denkt van... Oh, verdorie, stoute Russen, die moet eigenlijk een beetje beschaamd zijn. Zijn de beleidsmaker, maar ook wij als journalisten. Omdat Rusland heeft gewoon een decennium lang alles in het werk gesteld om sympathiek te ogen door de manier van sport of via sport. Dan ze hebben Olympische Spelen georganiseerd, ze hebben WK-voetballen georganiseerd, ze zijn sponsorship aangegaan. Ze hebben al recht gegraven in eigenlijk Europese of wereldsportmaterie. En ze werden zo likable. Zo van, vinden? Allee, want dat gevoel heb ik niet. Toch wel heel hard, zo van, ze werden incontournabelen en tegelijk, Ik denk aan, als je in Rusland zit, ik denk doping. Allee, dat is misschien ook fout, maar... Het is zo'n beetje de zatte onkel die erbij is, waarvan je denkt van, goed dat we maar 1 keer om het jaar moeten zien, maar je gedoogt die wel. Misschien wel. En dat is het zo'n beetje. Daardoor kwamen ze ook met veel weg, want je zegt doping. Het alternatief van het IOC bij de Olympische Spelen was van, doe dat maar mee onder neutrale vlag. Iets trouwens wat de FIFA nu ook als een lumineuze oplossing heeft voor Russische voetbalploeg. Maar ook bijvoorbeeld Sergej Skripal, dat is, ik weet niet of dat jullie nog weten, maar dat was een gifzaak in Engeland, vlak voor de start van het WK 2018. Er was sprake om het WK dan te boycotten, hebben ze dan toch maar niet gedaan, want het WK en natuurlijk de tentakels van de Russische organisaties die al in dat toernooi zaten, dat werd dan ook onder de mat geveegd. En nu ook Oekraïne binnengevallen. Ja, FIFA zegt van oké, jullie voetballers gaan nu onder neutrale vlag moeten voetballen. Allee, jongens, dat mag wel dringend een keer stoppen. En onze houding mag er ook wel een beetje terug kritischer in worden. En mogen daar niet echt blind voor blijven. Een lui symboolgebaar. Ja. Allee, ja. Is dat niet? Ik weet dat niet. Dat is gewoon zo. Maar ook van ons. Ik doe nog altijd maar mee. Ja, en ook zo, de poorten gaan open, kom maar binnen Russen met ik weet niet wat, sponsorgeld, bla bla bla. En wij zijn van, dat is allemaal goed. En dan gebeurt er iets. En is de eerste reactie niet gewoon een menselijke reactie, wat dat die zou moeten zijn, maar een politieke of een financiële. En dat is gewoon niet goed. Want als je kijkt naar de situatie met Qatar 2022, mensenrechten, totaal ander schaal dan effectief een invasie in een ander land, voor alle duidelijkheid. Maar dan zie je gewoon hetzelfde. Hè. Qatar is zich zo aan het met tentakels op die sport aan het zetten. Niet enkel voetbal, maar al die sporten.
En er gaat dan waarschijnlijk iets zijn of iets gebeuren. En dan gaat iedereen dat rustig behandelen en een symbolische actie doen. En dan is de kous af, totdat er effectief nog een keer echt iets rampzalig gebeurt. Maar daar moeten we wel een beetje voorzichtig voor zijn, denk ik. Laat eerst iets gebeuren. Ja. Moet altijd iets gebeuren. En zo proactief, dat doen we niet alleen. Het is altijd reactief. Inderdaad. Helaas. Goed, we zijn mee. We gaan over naar de wisselrubriek. Heren, een nieuw voorstel voor een wisselrubriek. Daarom is er ook nog geen jingle of een vast inleidend woordje voor. Tof. Ja, de hoe zou het zijn met rubriek? Oh, tof idee, ja. Ik heb veel mensen bij wie ik mij naar dat vraag van hoe zou het daar nog mis zijn. Jonathan David. Bijvoorbeeld. Philippe Clement. Alexander Blessen. Ook al, ja. Er zijn er veel. Kamal Sowa. We kunnen blijven gaan, hè. Inderdaad, hè. Bjorn Vlemings. Nee, niet echt benieuwd naar. Nee. Geen een tuinman nu? Ja, het zou wel kunnen, ja. Stijn Huizegems is nu... Postbode. Ja, fantastisch. Hij is vorig jaar ingenieur. Allee, altijd al geweest, want die is nu zo werf dingen. Industrieel ingenieur of ja, zo, bouwkundig? Ja, bouwkundig, denk ik. Ja. En dan loopt hij rond met zijn fluwe vesten en zijn helm en zo. En, ja. Alright. Ja, slimme gast. Is een blokje Joost Valgaard dan? Lars mag de rubriek aftrappen. Hoe zou het zijn met... Oei. Met de penalties van Chelsea. Ah, oei. Zo zeggen, hoe zou het daar nog mee zijn? Ja. Maar je verwijst niet naar wat er dit weekend gebeurd is, maar eigenlijk verwijst naar de... Naar iets van 2-3 weken geleden al. Ja, de finale van de FIFA World Cup Club. Ja, klopt. Het WK voor clubs, gelijk te zeggen. Tegen Palmeiras speelden ze toen de finale. En we gingen het daarover hebben, maar we waren toen te lang over tijd. Dus ik dacht, ik recupereer het even, omdat we deze week toch wel weer een aanleiding hebben. Daar komen we dan sabiet op terug. Maar de penalties van Chelsea in die bepaalde finale, hebben die daar wel iets gedaan dat ik super inventief vond. Ja. En dat eigenlijk te weinig gebeurt. Dus er wordt te weinig nagedacht over penalties. En in dit concrete geval, Chelsea krijgt een strafschop. Ja. Er is wat discussie. De spelers van Palmeiras gaan zagen bij de ref. En Azpilicueta staat al klaar met een bal. Ja. Dus uiteraard, die mannen van Palmeiras weten dat ook. Hoe langer we hier mul maken, hoe moeilijker hij zich hoe kan concentreren. Daar, voilà, hoe dat Tine zich in de focus kan houden. Ja. Oké, het protest gaat liggen. Niks aan te doen. VAR heeft gecheckt. Penalty blijft overeind. En op dat moment stapt Azpilicueta weg en pakt Havertz de bal. En die trapt hem doodleuk binnen. Dus het grote voordeel, en dat is eigenlijk... Ja, ik vind dat liedjes geniaal, is... Je gebruikt een bliksemafleider. Ja. In dit geval Azpilicueta, die alle prikkels, alle rustverstorende woorden of acties van die mannen van Palmeiras opvangt. Ze waren wel echt aan het roepen in zo'n arm. Maar natuurlijk, hij staat daar in het midden van tumult. Ja. En hoe langer dat duurt... De minuut bus rond hoe moeilijker dat is om die strafschop uiteindelijk nog te trappen. Terwijl al die tijd stond Havertz 20 meter verder op een afstandje gewoon rustig in de zone te komen. En die kon heel fris eigenlijk, alleen mentaal fris, kon die penalty gaan trappen. Ik vond dat eigenlijk... Het is zo'n klein accentje dat heel veel kan uitleggen. Ja, je zet er dan toch mee bezig of zo op een bepaalde manier. Ja. Want met vrij trappen, dat studeren we allemaal in. En dat zijn 100 varianten. Bij een penalty worden heel vaak aan je lot overgelaten. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, zo het hatelijke is zo zeker in een penalty-reeks. Zo die 50 meter die de speler moest stappen van middelen. Allee, ik denk ook Engeland in de finale tegen Italië van TK. Mm-hmm. Ja, voor Nesaka en dergelijke. Ja. Elke stap is een toename van stress. Ja, absoluut. En gisteren was er dan de finale van de League Cup tegen Liverpool. Heel goede wedstrijd, naar men zegt. Ik heb ze zelf niet gezien. Ik heb alleen de penaltyreeks gezien. Okay. Dat was genoeg. En dat was goed genoeg. Dat was lachen. Want daar gebeurde eigenlijk het een beetje... de andere kant van de medaille, namelijk dat te veel inventiviteit... Ja, het is eigenlijk te zeggen, vlak voor de strafschoppen zouden beginnen, dus vlak voor het einde van de tweede verlenging, haalt Tuchel er Mandi af, die eigenlijk een goede wedstrijd had gespeeld, haalt die eraf voor Kepa. Ja. Voor Kepa, de strafschopspecialist. Waar is Kepa zijn achternaam ook alweer? Ja. Arrizabalaga. Boom. Kijk, met die EP wil ik samenwerken. Ik weet niet of dat klopt. Oké, merci vriend. Nee, dus, en puur cijfermatig klopt dat, want ik heb het eens opgezocht. Mandi heeft in zijn carrière 2 van de 32 penalties gestopt. Dus op papier een logische keuze? Op papier een logische keuze, want Kepa zit aan 7 op 24. Okay, dat is toch een significant aandeel. En een derde, ja. Alleen, het kwam er eigenlijk op neer... iedereen heeft een penalty moeten stampen. Dus tot de keepers toe. Ja. Allemaal binnengegaan. Dus enerzijds kun je wel zeggen, Chelsea houdt het hoofd koel en weet strafschoppen
correct om te zetten. Liverpool ook uiteraard. Mm-hmm. Maar ja, tweede ding, ja, Kepa pakt er dus geen enkele. Mm-hmm. En moet tot overmaat van ramp zelf ook aan de bak. Dus hij moet ook ene zelf stampen. Het gevolg? Lang vooral, kort is de bal nog aan het zoeken. Omdat het zo dat... Nee, maar het was echt heel wild. En het was zo hoge Jaap Stam vibes. David Beckham tegen Portugal. En dan denk ik van, ja, dan maakt u... Het is wel inventief, maar het is niet omdat inventief is dat nodig is. Snap je wat ik bedoel? Je kunt ook overdrijven. En Kepa is toch diezelfde man die is... geweigerd heeft om vervangen te worden voor zo'n strafschop. Sarri wilde die wisselen bij Chelsea inderdaad en wilde Willy Caballero erin brengen. Maar Kepa weigerde. Hij zat blijkbaar met krampen, maar dat was achteraf vast een misverstand. Precies de kampioen. En hij is toen blijven staan, want hij stond in doel, hij stond in de basis. En ja, ook wel grappig, ook die penaltyreeks hebben ze niet gewonnen. Ja. Ook in een finale van een League Cup. Dus eigenlijk is dat al twee gemiste trofeeën. Alleen niet door Kepa natuurlijk, maar wel met Kepa in hun hoofdrol. Maar zou je dan bijvoorbeeld zo Tim Krul-achtige Louis van Gaal wissels afraden? Of? Nee, maar weet je wat? Ik vind dat altijd heel gemakkelijk. Want als je die hem brengt en het levert eigenlijk niks op, dat maakt niet uit. Nee. Terwijl, je kunt alleen maar winnen. Ja, voilà. Dus ik ja, totdat hij zelf een strafschop moet halen. Maar ja, dat gebeurt. Stel nu, hij moet gisteren geen nemen, maar hij pakt er ook geen enkele. Dan heb je zoiets van... Ja, het zij zo. Het zij zo, kan gebeuren. Baat het niet, dan... Baat het niet, dan schaadt het niet. Terwijl, we schaden het wel een beetje. Ja, inderdaad. En Hein van Azenbroek is daar trouwens de uitvinder van. Hè. Is het? Keeper te brengen. Specifiek voor strafschoppen. Maar wie heeft hij dat gedaan dan? Ik denk met Christophe van Hout. Bij Kortrijk. Bij Kortrijk. En echt een paar jaar voor Louis van Gaal wel voor het... In 2014. Oog van de wereld. Sillessen, denk ik. Sillessen. Voor Krul Ravalde. Kwartfinale, denk ik, van het WK. Kwartfinale tegen Costa Rica, als ik me niet vergis. Ja, dus ja, het is eigenlijk... Ja, het is bij hen dat je moet zijn. Christophe van Hout, wie moest er toen uit? Wel, ik ga het een keer opzoeken. Zou dat Frank Boeks durven zijn? Bij Kortrijk toen? Ik durf het niet zeggen. Ik heb hier een lange stilte worden, want het internet werkt hier niet goed. Anders met de gillen al zo wat. Ik was eigenlijk aan het hopen of mij aan het afvragen of Gert iets nuttigs zou kunnen vertellen over doelmannen. Je hebt hem zelf weggestuurd. Inderdaad. Dus, ik wou hem eigenlijk nog een herkansing geven. Maar je hebt niet overal keepers met een techniek van José Luis Chilavert. Ja, ik zag die naam staan in onze voorbereiding. Zegt u niet? Ja, het zegt mij wel iets uiteraard, maar ik heb die niet zo bewust meegemaakt. Maar bij zo'n strafschoppen-series en keepers moet ik altijd aan Jean-Marie Pfaff denken. Ja? Ja, die heeft er ook sowieso een beslissende binnengetrapt. Dat zou wel kunnen, maar ja, Chilavert was meer dan penalties. Hè. Penalties, vrij trappen. Ik denk, WK 98 was hij er nog bij met Paraguay. Maar ik denk ook dat die kerel meer dan 100 officiële doelpunten in zijn carrière heeft. Ja, er is er nog zo een, Rogério Ceni, die een Braziliaan. Ah, ja. Die heeft volgens mij ook heel veel vrije trap gespeeld. Maar die heeft ook gespeeld tot zijn 48ste of zo. Ja, dat helpt natuurlijk om veel goals te maken. Hè. Dat klopt. Goed. Ik ga het niet vinden. Had het niet vinden? Nee. Oké, jammer. Het is, geloof me nu, maar het is hij die het heeft uitgevonden. Alright, goed. Ik geloof dat graag. Goed, hoe zou het zijn met rubriek? Blijvertje, denk ik. Hè? Ja, ik denk niet dat we ooit ons gaan moeten afvragen hoe dat met de rubriek is. Nee. Dus. Ja, wist je trouwens dat Jean-Marie Pfaff 11 volgens Transfermarkt, dus misschien is dat niet helemaal compleet. 11 goals? 11 strafschoppen gepakt heeft van de in totaal 32. Amai. Allee, hij zal er wel meer. Allee, het gaat echt over Bayern, in zijn Bayern-tijd en zo. Dus Bever zit er bijvoorbeeld niet bij. Maar in zijn Bayern-periode, dus van... wat is het hier? Van 82 tot 88. 11 gestopt van de 32 in totaal. Dat is wel nog veel. Ja, nee, maar Pfaff stond wel bekend als een penalty-stopper. Hè? Ja, ging nooit in het midden van zijn goal staan. Hè? Nee. Ja. Dat heeft hij dan uitgevonden. Ja. De Jerzy Dudek-manier om de Champions League-finale te winnen. Alleen maar die bleef gewoon nergens vaststaan op zijn doellijn. Die gewoon gekke dingen. Hè. Dat is waar. Hè. Goed. Dan stel ik voor dat wij na de geslaagde introductie van deze rubriek overgaan naar de afsluiter. Dit was het alweer, uw wekelijkse update over de voetbalwereld. Geen quiz zoals u die in het vorige seizoen van ons gewoon was, maar die hevelen over naar onze donderdagafleveringen. Waar we na de komst van Johan Boskamp dringend nog eens werk mogen maken van de volgende gast. Hè. Ja, we zullen gaan eten straks, om dat te bespreken misschien. Ja, er staan er wel nog veel op het lijstje. Dus het is tijd dat er dan
volgende week donderdag nog iemand zit aan te komen. Suggesties zijn welkom, hè? Toch altijd? Altijd, ja. Maar we hebben eens een suggesties gekoppeld aan een fles Jamaican Duvel. En ik denk dat we nog bezig zijn met die te archiveren of in de administratie. De Duvel die het hem gedaan heeft. Ja, dat was waarvoor grote dank, want er zaten echt een paar goede namen tussen. Ja, zeker. Ja. Wat staat er deze week nog in de krant? En we nemen op na de vergadering, dus geen excuses, Janko Beekman. Ik was tijdens de vergadering Shotcast aan het voorbereiden, dus ik heb niet geluisterd. Jawel, jawel. Wat ik zeker weet dat in de krant gaat staan, dat is een interview met Laurent de Poitre richting de bekermatch Club Brugge-Gent. Morgen in de dinsdagkrant. Ja, klopt. Dat is de man die voor de goals komt te zorgen bij Gent. Ja, dat of Tissoudali. Samen, hè. Ja. Maar ja, een assist geven, dat is ook voor een goal zorgen eigenlijk. Inderdaad. Ja. Het wordt wel nog een leuke bekertreffen. Club Brugge aan Gent en Anderlecht. Ja, ze zijn er nog. Ja, twee heel belangrijke matchen. Het zijn twee leuke partijen ook. Ja, en voor Anderlecht is het ook van moeten, want... Ja, het is toch, zoals we het noemen, de match van het jaar wordt het zo bij ons wel eens genoemd. Hè? Als je voetbalmanager speelt, zo van, ja, dit is toch die ene keer dat ik deze optie ga aanvinken. Zo. Ja, inderdaad. Zo die manier van aanpakken. Goed, misschien nog een woordje van reclame voor onze koerspodcast, want die is ook op volle snelheid bezig. Elke donderdag voor aanvang van grote koersen is er een Onze Sterrenrubriek waarin Micha van Damme koersjournalisten ontvangt en ja, eigenlijk 1 tot 5 sterren worden uitgedeeld aan de favorieten in een, als kapstok. En voordat je het weet beland je in een verhaal van ja, dood vlees aan de duim van Thijs Benoot. Dus het kan alle kanten uit. Het kan rap gaan. En elke zondagavond meestal, en in het slechtste geval maandagochtend, is er een vanuit de perszaal waarin Michael met dezelfde koersjournalisten live opgenomen heeft na de koers, wanneer de koers nog warm is. En daar eigenlijk analyse over vertelt en verhalen over deelt. Top. Zoals brownies die Wout van Aert... Een aanrader. Wout van Aert die brownies eet, dat hoor je alleen maar in de koerspodcast. Daarvoor moet je het doen, blijkbaar. Ja, dat zullen bij ons niet horen. Nee, dat is waar. Goed. Nog iets te zeggen, heren? We hebben nog 2 minuten, dan worden we hier buiten gesmeten. Dus eigenlijk perfect op tijd. Dus we hebben dat goed gedaan. We zullen de rest straks bespreken. Hè? Ja. Wat gaan we straks bestellen? Ja, ik wil weer niet de fout maken en zeggen waar dat we gaan eten. Want dan gaan er weer horde fans buiten staan en zo. Zoals de vorige keer aan een gesloten paliter die ze in brand hebben gestoken omwille van onze afwezigheid. Ja, inderdaad. Ja. Ik vond het ook jammer toen. Ja. Toen was op maandag, ik had het niet zien komen. Nee. Boer van Tiene. Daar gaan we gaan eten. Zo van goed. Wie meegescoord mist en zich toch graag waagt aan een gratis promo, mijn vrienden, kan nog steeds altijd terecht bij beachamp.beamen.be. Uitgeven door onze vrienden van Beamen, de exclusive betting partner van de Pro League, de Europa League en elke andere league die hatelijke UEFA organiseert. Goed, dit was het voor vandaag. Mensen, geniet nog na van het afgelopen weekend. Kijk toch een beetje naar de positieve dingen die gebeuren. En tot volgende week. Opletten daar bij Zoetberg. Een heel fraaie goal van Anderlecht. De voorzet van Ito Onuachu. Dat is een goede voorzet van Aken met de goal. Zin in nog een Shotcast? Beluister dan onze actuele afleveringen op maandag of onze interviews met spraakmakende gasten in onze afleveringen op donderdag. Bij het Nieuwsblad kan u ook nog terecht bij onze wielerpodcast Koers is van ons, onze politieke Actua-podcast Het Punt van Impe of onze crimie-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. Tot een volgende keer.